Suriname zal volgend jaar vertegenwoordigd zijn op de vakantiebeurs die van 10 tot 15 januari in Utrecht gehouden zal worden. Dit staat haaks op eerdere berichten, al zou Suriname niet kunnen participeren aan onlangs gelanceerde Suriname Hospitality and Tourism Association, SHATA, heeft van de Nederlandse ambassade in Paramaribo een financiële injectie gekregen. Hiermee kan zij met een 17-tal bedrijven uit de toerismesector op de beurs Suriname als toerismebestemming op professionele wijze promoten. Het thema van de beurs is of Suriname. De film Tuintje in mijn hart, die in Suriname is opgenomen, zal in de stand. Voorbereidingen voor de inrichting van een prachtige Surinaamse boerderij in volle gang. Voor SHATA is de deelname aan de vakantiebeurs een verhaal. Op zoek gegaan naar fondsen toen de Surinaamse overheid aangaf geen middelen ter beschikking te kunnen stellen aan de Stichting Toerisme Suriname voor deelname aan de vakantiebeurs 2017. SHATA vond ondersteuning bij de Nederlandse ambassade die de versterking van de toerismesector een warm hart toedraagt.